op Leuchter. Oh, wat doet ze dat mooi. Romee Leuchter. Geweldig. Het balletje van Ashley Bakker, dat leek heel moeilijk. Leuchter nam de bal aan. Het leer bleef in de lucht. En dan met een artistieke beweging, een atletische beweging, plaatste de bal in het net. Misverstandje tussen Anthony en Berghuis. Maar alsnog komt Berghuis in het bezit van de bal. Allaire. Ja, de controle was prima. En het afwerken nog beter. En dan vallen ze kort achter elkaar. De beide treffers van Sebastien Allaire. En dan staat het 2-0 voor Ajax. En van afstand Gravenberg met een geweldige boeier voor toch nog de 3-2 voor Ajax. En kijk naar de ontlading op de Amsterdamse bank. Dat zie je niet vaak. Ze doen het weer en weer laat. Cambuur verdedigde massaal, leek op weg naar een punt. Maar dan deze van dik 25 meter. De boeier die Bos te machtig is en inslaat via de binnenkant van de paal. Prachtige uithaal van Gravenberg. Kieselhard. Dit is een fantastische goal, zeg, van Sontje Hansen. Briljant moment in de 82e minuut. À la Anthony komt hij naar binnen. En à la Berghuis maakt hij het af. Fraaie goal van Sontje Hansen. 78e minuut, deze vrije trap. Tadic. En die valt er in één keer in. Het is 2-2. Dusan Tadic met de gelijkmaker. Want waar het inderdaad alle hens aan dik was, valt die bal bij de tweede paal binnen. In één keer daar naartoe. Niemand bij de paal om daar wat mee te doen. En de 2-2 is daar. Tadic. Direct door op Tagliafico. Terugleggen. En dan is dit Anthony. En dan is dit de 3-2. Weer 3-2. In de slotfase. Dat was tegen Cambuur. Dat was tegen RKC. Anthony die al een paar kansjes had om te schieten. Anthony met de treffer. Tadic. Tagliafico. Die krijgt dus de assist op zijn naam.